Skyline TV nieuws van vrijdag 26 juni. Een grote kraan heeft de containers op hun plek die voorlopig dienst doen als school. Het worden de klaslokalen voor de leerlingen van de basisschool Maria ter Heide uit Mariaheide. In de laatste week voor de zomervakantie verhuizen de kinderen en de leerkrachten naar deze tijdelijke school. De Veghelse hockeyvereniging Geel-Zwart bestaat 75 jaar. En dat wordt gevierd op 27 en 28 juni. En dat doen zij door middel van hockeyclinics en spelletjes voor de jongste sporters. Zondag zijn er wedstrijden en het feestweekend eindigt met een receptie en een reunie. Welkom op Vluchtoord is het thema van de Slaapbroekweek van dit jaar. De kindervakantieweek met het thema is meteen ook de officiële afsluiting van het herdenkingsjaar 100 jaar Vluchtoord. De organisatie van de Slaapbroekweek heeft dit thema gekozen omdat op foto's van Belgische vluchtelingenkamp uit de Eerste Wereldoorlog ook spelende en lachende kinderen te zien zijn. Bovendien speelt de gastvrijheid van de Udenaren destijds ook een grote rol. De Slaapbroekweek is van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus. De kermis in Odiliapeel is vrijdag geopend en dat gebeurde door wethouder Thijs Vonk. Ik wil daarom ook zeker de complimenten aan de jongerenraad uitdelen, want ik heb er straks ook een beetje begrepen wat er de komende dagen aan allerlei activiteiten en feesten gaan plaatsvinden in de tent. 5, 4, 3, 2, 1, go! De kermis is geopend. Wethouder Vonk en Stefan Lips staan hier bij de autoscooter. Odiliapeel kermis. Thijs, hoe belangrijk is het voor de peel? Ja, ik denk heel belangrijk, want het is toch wel weer een heel publiekstrekkend evenement waarbij uit verschillende dorpen hier uit de regio mensen naartoe komen om te genieten van de kermis hier. Dus niet alleen voor Odiliapeel zelf, maar ook voor de aanliggende dorpen die er omheen liggen. Dus ik denk een hele belangrijke publiekstrekker hier in deze omgeving. Nou, Odiliapeel is de eerste kermis van Uden en Volkel. Dus wat verwacht je van Uden? Want het komt er ook bijna aan, hè? Ja, dat klopt. Daar verwachten we natuurlijk ook heel erg veel van. Maar het is wel heel erg leuk dat Odiliapeel hier in Odiliapeel het kermisseizoen zeg maar, in de gemeente Uden geopend wordt. Dus dat is heel erg leuk. Nou, Stefan staat ernaast. Jij bent van de Jongerenraad. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want jullie hebben een prachtige tent hier op het plein staan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, wij hebben eigenlijk 4 avonden hebben wij een programma. Vanavond beginnen wij met een Fabulous 90s. Dat is een DJ-team en daar verwachten wij veel mensen bij. Morgen hebben wij een bandje en op tijd zal het terras open gaan omdat het nogal goede weer wordt. De zondag hebben wij een Crazy Sunday voor de kinderen. Daarbij komen springkussen staan en een greenscreen. En daarmee kunnen de kinderen op de foto en daar kunnen ze eigenlijk geplakt worden waar ze maar willen, onder de Eiffeltoren of wat dan ook. En dan s'avonds weer een 2 bands. Eerst om 5 uur een band om het terras te vermaken en daarna weer gewoon een avondvullende band. De maandagmiddag hebben wij voor de ouderen gereserveerd. Dan beginnen we met, om 2 uur met een ouderenmiddag. Daar hebben we een leuke zanger voor uitgenodigd om de ouderen ook in de Odiliapeel te vermaken. En de maandagavond sluiten we weer af met een leuke band. Het was feest vrijdagmorgen op de Sint-Albertusschool in Loosbroek. De school ontving de aanmoedigingsprijs van de Techniek Trofee 2015. Ze kregen de prijs omdat ouder en docent Jeroen Bunet voor de school een bijzondere pneumatiek en een elektrotechniek tafel ontwierp. Een klein jaar geleden kwam juf Lieke naar me toe en die vroeg van wij zoeken voor school iets van techniek. Kun jij, en die wist dat ik op RSC De Leygraaf als techniekdocent werkte en die vroeg aan mij of ik iets daarvoor kon doen. Ik wist dat er bij ons op school een trainer afgekeurd zou worden. En ik zei tegen haar van nou wacht even. En ik heb eerst op school gevraagd of ik die trainer mee mocht nemen. Dat mocht. En die heb ik toen omgebouwd en het programma erbij geschreven. Wat is het voor een trainer? Het is het was een hydrauliek trainer en die is omgebouwd naar een pneumatiek elektrotechniek trainer. De kinderen volgden de handleiding die Jeroen Bunet speciaal voor de trainer heeft gemaakt.
Het wordt heel simpel opgebouwd. Ik begin eerst gewoon met foto's. He, dus niet met schema's, maar met die foto's leg ik uit ook wat de symbolen is. En daarna stappen we over op symbolen. Dus het wordt echt van heel laag niveau steeds hoger opgebouwd. En er zitten ook verdiepingsvragen bij. Degene die dus denken van nou, ik wil er iets meer van weten, ik wil er wat dieper op ingaan, die kunnen dat. Nu hebben jullie hiermee een aanmoedigingsprijs gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Dank je. Was dat te verwachten? Nou, eigenlijk, we zijn net begonnen eigenlijk hier. Of ze zijn net begonnen hier op de basisschool met techniek. We hadden zoiets van, nou, niet geschoten is altijd mis. Schrijf je maar in. En we een paar dagen voor de sluitingstermijn hadden we ons ingeschreven. En er had iemand hier een filmpje gemaakt van de krant. En dat filmpje hebben we eraan gelinkt. Ja, en dit is gebeurd. En vandaag een feestelijke dag. Ja, een zonnige en een feestelijke dag. Maar voor een aantal kinderen was het ook feest om met de nieuwe trainer te werken. Waar ben jij mee bezig? Ik help mee om even te helpen om de techniek van deze tafel te helpen. Dit is helemaal nieuw. Vind je het moeilijk? Het is wel moeilijk, maar als je het eenmaal even doet, dan is het niet zo heel moeilijk meer. Nou heb jij een bril op, die heb je normaal niet op. Nee. Dit is een veiligheidsbril voor als er iets gebeurt met de slang en als die losschiet. En denk je dat je hier veel van leert? Ik denk het wel, ja. En waarom denk je dat? Omdat dit wel heel interessant is. Dan nog het weer. De temperaturen zijn in het weekend rond de 24 graden. En volgende week dan komt er een periode aan met gemiddeld 33 graden per dag. Dus de zwembaden kunnen weer opgezet worden en de barbecues aangestoken. Tot zover het Skyline TV nieuws. Morgen om 7 uur is er weer een weekoverzicht. Dan wens u alvast een fijn en warm weekend.